Jezelf kunnen zijn, dat is vrijheid. Ongemerkt kan die vrijheid onder druk worden gezet. Vaak wordt van mensen geëist dat ze zich aanpassen aan een meerderheid. En als ze zich niet aanpassen, worden ze uitgesloten. Of onder repressief regime zonder reden opgesloten. Elkaar respecteren is dan ook een belangrijk kenmerk van onze vrije samenleving. Mensen moeten elkaar over en weer zien staan. Dat is de betekenis van de wederkerigheid, waarop het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens doelt. Anderen zien staan betekent niet dat je iedereen ook sympathiek vindt. Maar als iemand al van tevoren denkt dat een ander niet deugt, omdat hij of zij tot de verkeerde groep hoort, dan is er iets mis. Uitsluiting begint vaak klein. Jaren na de Tweede Wereldoorlog vertelde een Joods meisje dat, zij was aan de Holocaust ontsnapt, het volgende. Nadat in Duitsland de nazi's aan de macht waren gekomen, werden stap voor stap Joodse burgers geïsoleerd, terwijl veel mensen om hen heen onverschillig toekeken. Eerst moesten Joodse kinderen naar een andere school en ze moesten een ster dragen. Niet lang daarna wilde het vriendinnetje van haar vroegere school niet eens meer terugzwaaien als ze elkaar op de straat tegenkwamen. Toen al was de wederkerigheid van de samenleving verbroken. Een vorm van uitsluiting die de weg effende voor de Holocaust. Maar ook de genocide in Rwanda was voorafgegaan door een hersenspoeling via de radio die de minderheidsgroepen van de Tutsi's kakkerlakken noemde.
Toen al werden degenen die later het slachtoffer werden, uitgesloten van de wederkerige erkenning als medemens. Daarom is het zo belangrijk dat mensen waakzaam zijn voor sluipenderwijs groeiende discriminatie. Een stevig debat kan helpen om de lucht te klaren, maar daarna moeten we wel met elkaar verder. Aan de agressie van Nazi-Duitsland en Japan tegen de buurlanden en personen die als minderwaardig werden gezien, waren jaren vooraf gegaan. De bevolking werd rijp gemaakt voor de verkeerde strijd. Er waren daar en in de buurlanden heel wat mensen die het kwaad wel zagen, maar dachten dat het voorbij zou gaan. Het geweld richtte zich nog niet tegen henzelf en dus bleven ze daar neutraal tegenover staan. Als het besef van wederkerigheid en recht en samenleving groter was geweest, waren ze misschien wel in actie gekomen. Uiteindelijk hebben we vele slachtoffers moeten betreuren. En helaas nu nog. Vrijheid staat of valt bij de ruimte die wij elkaar bieden. Vrijheid kan alleen bestaan op basis van wederkerigheid. Welkom in mijn wereld, geschreven door Mauricio Plat. Welkom in mijn wereld, daar waar racisme niet bestaat. Waar liefde ademt in elk leven en niemand iemand haat. Waar geen conflicten zijn en niemand het woord corruptie kent. Waar alleen de kleuren van je hart vertellen wie je echt bent. Een wereld waarin politici geenloze beloftes uiten. Waar kinderen niet worden geboren om vervolgens te misbruiken. Waar een 2 minuten stilte niet nodig is. Waar een oorlog nooit geweest zou zijn. En niemand zijn dierbaren mist. Mijn wereld is een wereld die zich laat zien in mijn dromen. Waar geluk en vrede heerst, waar ieder mens in mag wonen. En niemand een ander zijn leven beheerst. Welkom in een wereld waar alles magisch lijkt. Maar nog altijd een sprookje is. Ver van de werkelijkheid.